Hij houdt heel erg van muziek. Dat, toen ik hier binnenkwam, dat viel me gelijk op. Gewoon de radio aan tijdens het servies. Gewoon lekker de radio op de achtergrond. En dat vind ik, ja, dat vind ik speciaal aan hem. Hij haalt zoveel energie uit muziek. Emoties die erin loskomen. Dat vind ik gewoon heel mooi om te zien. Nou, het meest bijzondere, ik wil er eigenlijk het meest prettige van maken. Altijd vrolijk. Altijd vrolijk. Heerlijk. Heerlijk om mee te werken. Echt, kan je verheugen na je vrije weekend, vrije dag, om weer de keuken in te gaan. Altijd vrolijk. Heerlijk. Ja, ik vind het heel leuk toen ik hier binnenkwam, de stappen die we zijn gaan maken met het nieuwe servies wat we konden bestellen. Ja, toch ook richting Allianz wat we heel graag wou. En dat, ja, dat we daar dus eigenlijk ook nu bij horen als club. Dat vind ik heel mooi dat we dat toch hebben bereikt. En stappen die we verder willen maken naar grotere dingen. We doen eigenlijk heel veel samen. Wat ik ooit heb gezocht en bij hem vind is het knabbelbabbelgevoel. Peppy Kokkie, ACDC en dat lukt. En dat, weet je, dus eigenlijk elke keer bouwt het zich weer uit en we bespreken alles samen. En dat is met Diego trouwens precies hetzelfde met Sander. En ja, dat geeft een heerlijk gevoel, dat je gewoon dat samen doet. Ja, heerlijk. Ik denk nog steeds achter de kachel. Dat blijft hij zeker doen. Misschien dat hij zich een beetje terugtrekt, maar zo, hij kan het niet loslaten. Hij vindt het leuk, hij komt met energie, het is, ja... prettig. Oh, nou, ik hoop hier met een eigen sleutel. Als mede-eigenaar of eigenaar of zoiets. En ja, anders in een andere hele goede zaak. Topzaak. Ik weet niet wat voor pad die gaat bewandelen. Ik hoop dat we nog heel lang samenwerken, maar ja, zoiets. Naar de sauna. Massages, sporten. Vindt hij ook heel fijn, heel belangrijk voor hem. Daar haalt hij echt kat. Ja, en lekker terrassen met Sandra. Ja, met zijn vriendin. Met de hond, even tijd maken voor opa en oma, pa en ma. Echt wat dat betreft een family man. En ja, ik ben blij dat in de rust dat een onderdeel is van zijn family. Maar dat doet hij dus niet op zijn vrijdag. Maar ja, en lekker genieten van het terrasje, lekker genieten van het zonnetje. Ja, wat dat betreft een bon vivant. Zijn signatuur, dat is toch wel de coquille in de schelp met chorizo en... Ja, die wordt opgewonden in de schelp zelf en dan gaart hij helemaal over met truffel. Dat is wel zijn signature. Voor alle markten thuis. Echt een multifunctionele kok. Hij springt in, hij danst echt door die keuken heen. En veel meer dan een de tournant, zoals ze mooi heet in het Franse gebeuren. Maar hij pakt alles. Hij kan echt alles. Hij springt patisserie, antimetier, maakt niet uit. Dat is super, hij is super allround.